Annie Slot, ik werk bij Aliade in Beterswaag en ik sta op een IBG Plusgroep. Ik werkte in de kapsalon in Beterswaag ook. Vanuit daar gingen wij ook wel naar Aliade toe om te knippen. En toen kwam ik op deze doelgroep terecht. En dat wekte mijn interesse eigenlijk heel erg. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik ga 6 uurtjes in de week ga ik naar school en de rest ben ik gewoon aan het werk. De opleiding is maatschappelijk werken, persoonlijk begeleiden, specifieke doelgroepen. Het was voor mij, ik ging er echt wel blind in. Ik wist wel een beetje op wat voor doelgroep ik terecht wou komen, dat wist ik wel. Maar hoe zo'n dag eruit zag, ik had geen idee. Ik heb toen 2 diensten meegelopen om te kijken van nou, is dit wat voor mij? Vind ik het misschien te pittig of niet? Ik had een maand inwerkperiode. En op die manier kon je natuurlijk kijken hoe de anderen deden, de programma's wat meer uit je hoofd gaan leren, dat soort dingen. En dan word je nog ingewerkt en dan is het op een gegeven moment dat jij met ze gaat werken en dat er iemand achter je staat de hele dag. Die loopt met jou mee om te kijken wat je doet, geeft je eventueel feedback, op die manier. Vooral op een zwaardere dag is het juist heel belangrijk dat je elkaar blindelings kunt vertrouwen, dat je met elkaar kunt sparren. Vooral dat je op elkaar kunt rekenen en dat je ook aan elkaar vraagt, hoe is het met je? Lukt het je? Heb je hulp nodig? Het is belangrijk om op die manier met elkaar om te gaan. Je bent nooit alleen. Ik was vanaf het moment dat ik de keuze heb gemaakt, was het eigenlijk al heel snel zo dat ik dacht, dit is goed. En dit vind ik leuk en dat vind ik tot de dag van vandaag nog steeds. In het begin dan ga je eerst wel even wat pittige dienstjes door. Dat is gewoon zo, je hebt meer escalaties. Meer momenten dat de cliënt je test. Hoe ver kan ik gaan? Wat zijn jouw grenzen? Volg jij mijn programma wel? Ik vind mijn werk heel erg leuk. Ja, ik haal er ook uitdagingen uit. Soms ook wel een beetje adrenaline natuurlijk. Maar ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ja. Yeah.